had andere verkering en heeft haar naar huis gebracht. Na een feestelijke kermis door de weiden van de nacht. Wat er toen precies gebeurd is, werd ons nimmer toevertrouwd. Maar ze trouwden na 3 maanden en zijn 60 jaar getrouwd. Toen hij als een goed verliezer naar het stadhuis ging met de bruid, hield zij steeds als camouflage haar bos bloemen voor haar buik. En al zijn de ooggetuigen nu al dood of erg oud, dat ze lachten in hun vuistje, dat is iets wat men onthoudt. Als er iemand nu zou vragen, was er liefde in het spel? Ach, hij heeft haar nooit geslagen, dus misschien een beetje wel. En ze hebben in die jaren een bestaantje opgebouwd. En wat niet iedereen kan zeggen, 60 jaren getrouwd. Ze zijn bijna aan het einde van dat ene avontuur, dat een nacht had moeten duren, maar al 60 jaren duurt. Komt een kleinzoon met zijn meisje, dan krijgt oma het benauwd, omdat die generatie er weer voor 60 jaren trouwt. Omdat die generatie er weer voor 60 jaren trouwt.